Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Adrie Berends. Ja, en ik ben alleen vanavond, of tenminste niet helemaal alleen, want er zitten hier nog twee andere mensen in de studio. Daar komen we zo meteen even op. Matthias die heeft vanavond diploma-uitreiking, als ik mij niet vergis, van zijn vriendin. Dus vandaar dat hij er niet is en ik deze uitzending zal doen. Nou, dat betekent niet dat er ook minder te doen is in deze uitzending. Dus ik zal dubbel tempo moeten draaien hier vandaag aan de knoppen. Want ik moet nu ook zijn deel erbij pakken. Normaal hebben we altijd onze eigen helft die we netjes verdeeld hebben, maar vandaag dus niet. In ieder geval, voor vanavond, zoals ik al zei, veel muziek. En de WM-cellfoon die is er natuurlijk ook weer. Waar zal die deze week zijn? Ik weet het niet. En ik ben heel benieuwd waar die naartoe is gegaan. En zoals gezegd, er zitten nog twee andere mensen in de studio. En ik ga ze toch even in ieder geval iets laten zeggen. Goedenavond, heren. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, want jullie zijn van Concordia Oldebroek, als ik mij niet vergis. Nou, ik vergis mij niet, dat weet ik zeker. Want ik kan het ook al op het t-shirt voor me zien, netjes een shirt van de vereniging. We gaan jullie zo meteen verder uithoren, deze uitzending. Natuurlijk allemaal in verband met het Wereldmuziekconcours waar zij heen gaan met de vereniging in ieder geval. Wat ook binnenkort al gaat plaatsvinden, want het komt nu heel dichtbij in ieder geval. Daar gaan we straks dus wat over horen. Wil je daarop reageren of denk je van, oh, ik heb wel een vraag aan de heren... Of misschien wel een vraag voor de WM-cellfoon of wat dan ook. Via Twitter is dat allemaal mogelijk. Naar @ballisticbrass. En dan komt het hier netjes in de studio binnen bij mij op het schermpje. Als het goed is tenminste. En dan kunnen wij dat doorkoppelen naar waar het nodig is. Wij gaan in ieder geval beginnen met een stuk muziek. En dat hebben jullie zelf uitgekozen. Ik ga even... Kees, volgens mij heb jij het uitgekozen, als ik me niet vergis. Klopt dat? Ik denk laten we toch in de trant van het WMC blijven. Dus wat betreft onze deelname in 2009. En dit was het openingswerk wat we toen gespeeld hebben. Dus daar gaan we naar luisteren. Concordia uit Oldebroek, 4 jaar geleden op het Wereldmuziekconcours. De titel is... Now to God our King.
Ja, dat was het eerste stukje Now to God Our King, als ik me niet vergis. Tenminste, ik zie het hier zo op mijn schermpje voorbij komen. Inspeelwerkje van 4 jaar geleden. Eén van jullie. Klopt, ja. Dat is een bewerking van Psalm 81. Wat we toen een beetje wennen aan de zaal. Zodat je maar toch ook een visitekaartje afgeeft. Dat is toch met name het belangrijkste van het inspelwerk. Dat je gewoon laat zien, nou, hier zijn wij en dit zijn wij. Ja, precies. Nou, dit zijn wij. Wij is Concordia Oldebroek. Jullie zitten hier omdat jullie weer naar het WMC gaan. Nu zei ik al in de voorbereidingen, of voorbereiding, maar net toen we even met elkaar aan het praten waren. In ons programma hebben wij eigenlijk heel vaak gasten die aan de show- en marswedstrijden meedoen. Dat ligt ook wel een beetje aan onszelf natuurlijk, want dat is de richting waar we een beetje op focussen. Niet naar de show- en marswedstrijden. Nee, dat klopt. Wij gaan naar de concertwedstrijden in de eerste divisie van Varen. En dat is in de Rode Hal, dus daar zit verder geen show-element. Het is gewoon concert. We spelen een inspelwerk, een verplicht werk en een keuzewerk. Ja, precies. Want wat houden die concertwedstrijden eigenlijk precies in, Kees, als ik naar jou kijk? Want show- en matchwedstrijden, dat is eigenlijk, je loopt een parcours, je speelt een stukje en even heel simpel gezegd natuurlijk. En dat is het. Hoe zit dat bij de concertwedstrijden? Nou ja, goed, net wat je zegt, die zegt het heel simpel. Maar concertwedstrijden, nou, de naam zegt het al. Het is meer bij ons ligt meer de nadruk op het muziek maken, het musiceren. Het is verdeeld in divisies. De hoogste divisie, dat is de concertdivisie. En bijvoorbeeld het geld voor vaarorkesten komt daarin uit. Daaronder komt dus de eerste divisie, dan de tweede divisie, derde divisie. Maar wij concentreren ons echt op op de concertwerken. Daar ligt de focus voor ons op. En we krijgen als opdracht een verplicht werk. Wat voor alle orkesten die in die divisie uitkomen dan ook verplicht is. Mm-hmm. En het keuzewerk ben je vrij in om te kiezen. Het moet wel aan criteria voldoen. Er zijn landelijke regels voor. En dat is het eigenlijk ook het mooie van deze wedstrijd. Doordat je allemaal in dezelfde afdeling speelt en hetzelfde werk moet spelen, is dus het min of meer het ook leuk om dat te vergelijken. Ja, nu ga ik eigenlijk zo over allerlei onderwerpen praten, maar ik heb jullie nog helemaal niet voorgesteld natuurlijk. Misschien kunnen jullie dat zelf even doen. Begin ik even bij jou, Kees. Ja. Wie ben je? Wat doe je bij Concordia? Wat is je taak, je functie? Nou, ik ben Kees Pruim en ik mag voorzitter zijn van dit mooie orkest. En zelf ben ik bugelist. Zit op de eerste bugel speel ik. Dus ga ik even naar je buurman. Ik ben Erwin Draaier. Ik ben lid van de WMC-commissie die het traject voorbereidt, zodat alles goed loopt. En ik speel in het A-orkest S-Bas. Oké, ja, je zegt de WMC-commissie. Hè? Dat vind ik altijd heel interessant. Want WMC-commissie is bij elke vereniging, ben ik achtergekomen, anders. Want bij de een is een WMC-commissie die zorgt alleen maar voor dat de vereniging op de WMC komt en weer heel thuis. Terwijl bij een andere vereniging die zorgen daarvoor tot de catering bij de repetitie aan toe, zeg maar. Alles wat met WMC te maken heeft. Hoe zit dat bij jullie? Nou, bij ons neigt het naar het laatste. We hebben een studieweekend gehad, die invulling die regelen wij. We hebben aanstaande zaterdag een try-out concert. Daar doen wij ook de voorbereiding van. Wij zorgen dat overnachting geregeld is voor de leden daar tijdens het WMC. Dat ze allemaal op tijd bij de Rode Hal komen. Dat ze voorzien worden van de tijdige en juiste informatie. Dus het hele pakket, we ontzorgen zeg maar dan de leden dat ze gewoon zich kunnen concentreren op het WMC. Ja, dat heeft voor mij dan wel de vraag van, je bent zelf ook spelend lid. Ja. Is dat niet vervelend dan, dat je en spelend lid bent en in die WMC-commissie al die informatie ook op te zorgen? Want jij bent met je hoofd dan eigenlijk wel ergens anders mee bezig. Ja, nou, we hebben alle informatie in een draaiboek gezet en die hebben de leden allemaal ontvangen. Dus alle informatie weten ze van tevoren, dus ze kunnen ook van tevoren aangeven, nou, hoe zit dit, hoe zit dat? En we hebben in het weekend zelf ook mensen die niet blazen, die dan dingen uit onze handen nemen. Ja, precies. Dus de WMC-commissie bestaat niet alleen maar uit spelende leden bij jullie? Nou, de vier mensen die erin zitten, die het echt organiseren, die zijn alle vier spelend lid. Maar daaromheen hebben we gewoon andere mensen ingeschakeld. Ja, precies. Nou, heel verstandig. Ja. Hartstikke goed. Wij gaan zo meteen even verder over het WMC en de concertwedstrijden en Concordia. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stuk muziek. En daarna hebben we eerst even de WM zelf wonen tussendoor. Waar die is dit keer, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zo meteen horen. Wij gaan eerst luisteren naar een stuk muziek van DVS uit Katwijk. MUZIEK
is de WN Cellphone. Mijn naam is Peter Kleinenschaars en ik luister graag naar Ballistic Brass. De WN Cellphone. Cellphone. Ja, en hij gaat over. De vraag is alleen waar die is. Avond met Willem Buis. Willem Muis. Buis, met een B. Buis. Ah, kijk. Hoe ver zijn jullie inmiddels met de voorbereidingen voor de concours WMC? Wij zijn erg ver. Een aantal extra repetities voor de boeg. En zondag 14 juli staan wij in het Rode JC-stadion. Kijk, dus het is voor jullie al heel dichtbij, begrijp ik. Ja, inderdaad. En wat gaan jullie precies doen daar tijdens de wedstrijden? Wij doen mee aan de showwedstrijd. De showwedstrijden. En ja. Hebben jullie al een thema of iets wat je naar buiten hebt gebracht? Of is dat allemaal nog geheim tot aan het WMC? Nee, dat is helemaal niet geheim. We hebben ook al deelgenomen aan het ODSC in Assen. Dus wij zijn al in volle gang, al een seizoen lang. En onze show is getiteld Games. Games, kijk. Computergames. Hoe zijn jullie eigenlijk bij dat thema terechtgekomen? Wij hebben een tweejarige cyclus van de show. En aan het einde van de twee jaar zeg maar, gaan we eens brainstormen over allerlei thema's. Met een artistiek team om te kijken wat een beetje past bij onze vereniging. We willen altijd wel een beetje herkenbare muziek voor zowel onze leden als het publiek waar we voor spelen. Een beetje modern getint. Ja, en dan van het computergames en dan... Ja, hoor je dat daar heel veel mooie muziek in te vinden is en ook herkenbare muziek, zeker bij jeugd. Nou, ja. En zo mooi in de show. Bij jeugd, zeg je? Ja. Kijk, dus we hebben hier waarschijnlijk met een jeugdvereniging te maken. Nee, we zijn één vereniging met maar één korps, zeg maar. Dus we hebben helaas geen losstaand jeugdkorps en een seniorenkorps. Maar er lopen verschillende jeugdleden natuurlijk bij ons korps. Dus ja, het gaat van ongeveer een jaar of... 10, 12 tot 58. Oh, dat is wel interessant. Maar hoe regelen jullie dat dan? Dat allemaal goed loopt? Ja, dat is altijd wel lastig. Is je lastig. Moet je rekening houden met het leeftijdsverschil. Dus ook qua niveau is het altijd wel. Je hebt natuurlijk ervaren leden die soms al 20 jaar meedoen. Kinderen die eigenlijk net komen kijken, zeg maar. Ja. Dus dat is altijd wel een beetje schakelen. Nou, je probeert jeugdleden vanuit een opleiding zo goed mogelijk te begeleiden. Kijken, zeker als de show ingaan, we extra aandacht van een aantal stafleden. En de kunst is om het voor iedereen interessant te houden. Ja, precies. Want je zegt al van het is heel moeilijk. Hebben jullie bijvoorbeeld met het thema wat jullie hebben gekozen daar ook rekening mee gehouden? Nou, we proberen altijd wel in het thema iets te pakken wat verenigingsbreed aanspreekt. Dan is computergames misschien nog niet voor de seniorleden altijd... Heel leuk, maar goed, we beginnen met bekende deuntjes als een Tetris of een Mario Bros. En dat, ja, uiteindelijk gedurende de show wordt dat steeds moderner. Dus probeer je toch de wat oudere generatie, want computergames bestaan natuurlijk al heel lang. En de wat nieuwere generatie, zeg maar zo, ja, toch aantrekkelijk te maken in je product. Ja, volgens mij kan het kloppen dat we in Neuen zitten? Neuenen? Nuenen, ja. Ik heb altijd moeite om die naam uit te spreken. Neunen, ik zie altijd... Ja, het wordt eigenlijk net verkeerd omgeschreven. Ja, precies. Ja, want jullie zijn inderdaad best wel een vereniging die behoorlijk aan de weg aan timmeren is. Ja, gelukkig wel. Ja, ik wil zeggen, want in Assen hebben jullie het redelijk goed gedaan, volgens mij. Ja, het was even... in Assen hebben we het ontzettend goed gedaan, als ik voor mijn vereniging spreek. Het was heel erg wennen omdat we voor de eerste keer via het One World System werden beoordeeld. Ja. Waar we vroeger meer op het taalplaatje het geheel, heb je nu ook een aantal juryleden in het veld staan. Dat zal tijdens het WMC ook al wennen zijn voor meerdere verenigingen. Ja. Dan word je toch meer naar de individu gekeken. En dan merk je dat een club waar ik instructie geef, toch wel moeite heeft met om het niveau van de individu, zeg maar. Omdat je jeugdleden hebt, waar oudere mensen. Nou, dat is iets waar we de komende tijd gewoon aan gaan werken. En dan... proberen we zo steeds stapje voor stapje verder te komen. Ja, precies. Ja, wel, de wet op zich best wel lovend gereageerd op jullie. In ieder geval door de jury, wat ik al zei. Is het bij jullie ook verrassend geweest, de uitslag? Nee. Ik denk dat we hebben goed contact met veel juryleden vanuit andere circuiten. En we kennen mensen persoonlijk, omdat we al best wel lang samenwerken met bepaalde organisaties die bijvoorbeeld onze producten schrijven. Als je de feedback hoort van de jury, dan zijn er eigenlijk geen verrassende zaken die we... dan horen. En sommige dingen, het is positief om te horen dat een aantal jurytapes geleden je commentaar kreeg die je nu niet meer krijgt. Dus je ziet wel dat er progressie is.
En dat er dus nou ook op een ander niveau jurycommentaar wordt gegeven. Ja, en sommige dingen probeer je gewoon in de komende jaren, zeg maar. Dat is een proces wat moet lopen bij leden. Probeer je dat aan te pakken en zo te groeien in het commentaar wat je krijgt van de jury. En ook in de conceptfase. Hè. Dus het opwerp van je product probeer je zo te maken dat je gewoon steeds meer positief krijgt. En dat het gewoon allemaal beter past, muzikaal, visueel. Nu is dit meestal een vraag die we richting het einde van het interview stellen. Maar ik ga hem nu al vaststellen. Want wat zijn jullie verwachtingen eigenlijk voor aankomend WMC? Nou, ik vind het heel belangrijk dat we als vereniging daar een ontzettend leuke dag gaan hebben. Dat we dat de leden die daar hun product gaan brengen voor het publiek, dat die ontzettend genieten van hun optreden. En dat ze ontzettend tevreden het veld afkomen. En we gaan, omdat we nou, maar met het feedback van de jury, gaan we er wel voor om ons puntaantal hoger te leggen dan dan de score tijdens ODC in Assen. Hoe gaan jullie dat bereiken dan? Nou, zoals ik al zei, feedback van de jury, ook wat contact met de jury gehad, zeg maar, gewoon de aanloop van, goh, waar kunnen we nog aan werken? Waar help je ons in? Ook mensen die ons product hebben geschreven en ons in de Assen hebben gezien. En zo gericht aan punten gaan werken waar het One World System op beoordeelt, zeg maar. Mm-hmm. En zo te zorgen dat je product, zeg maar, inhoudelijk en als uitvoering gewoon beter wordt. Zeg maar. Sommige dingen kan je niet veranderen. De tijd is daar te kort voor tussen Assen en ons optreden 2MC om echt veranderingen qua concept te doen. Hè. Het sturen op muzikale zaken helemaal veranderen. Ja. Maar je probeert vooral in de uitvoering dan de betere slagen te pakken. Ja, hebben jullie bijvoorbeeld ook extra repetities ingepland nog na Assen? Dat je dacht van, we hebben nog wel zoveel aan te passen. Eigenlijk stopt zeker in het zuiden is de... Het begint de schoolvakantie erg vroeg, zelfs nu al begonnen. Dus normaal zouden we dan het seizoen stoppen, we gaan natuurlijk nu door. En we hebben ook een verandering gedaan waar we normaal werk en blazers apart binnen zaten. Hebben we dit nu gegroepeerd om op dinsdagavond gezamenlijk te repeteren. En waar kan, zeker qua sportvelden, ook samen buiten de show te repeteren, zeg maar. Ja. En ook op zondag langer door te gaan. Dus we hebben komende zondag ook tot 2 uur repetitie, een uurtje langer dan normaal. En zo probeer je toch wel meer extra uurtjes te maken om te zorgen dat leden zo comfortabel mogelijk naar het stadion uitkomen. Ja, want hebben jullie bij de leden ook, of merk je in ieder geval dat het WMC-gevoel zeg maar er al begint? Of heb je nog zoiets van, nou, er zijn nog wel een aantal leden die nog niet helemaal beseffen, want ik kan me voorstellen bij zeker die jongeren, wat je zei hè, van 11, 12 jaar, dat die nog niet helemaal doorhebben wat WMC precies inhoudt. Dat is, ja, het is heel verschillend. Het is voor onze club de derde keer dat wij naar het WMC mogen. En dan zijn er een aantal, die weten eigenlijk wel wat het inhoudt. En die laten het gewoon maar even gebeuren. Er zijn er een aantal die waarvan het nieuw is, maar wel weten hoe groot het evenement is. Die zal helemaal spannend zijn. En dan zijn er inderdaad een aantal, zeker de wat jongeren, die eigenlijk geen idee hebben. Als het bestuur, het instructieteam, andere leden over het WMC hebben, proberen ze wel uit te leggen wat het precies inhoudt. Hè? Dat je in het stadion zit en dat je daar gewoon een leuke optreden hebt. Ja, ik denk dat voor sommige leden vooral indrukwekkend is als ze uiteindelijk die tunnel inlopen, het stadion binnenkomen, het publiek zien zitten. Ja, dat dan pas eigenlijk begint, misschien zelfs als ze met de bussen bij het stadion aankomen, dat we denken van die gaat toch wel heel gaaf worden vandaag. Ja, precies. Want zijn er nog bijzondere dingen waarop jullie dat voorbereiden, zeg maar, bij de leden? Dat je wel probeert ze zo goed mogelijk voor te bereiden? Of heb je zoiets van, nou, ze moeten het maar gewoon ondervinden en we zien wel hoe het gaat? Nou, we proberen ze in de aanloop gewoon uit te leggen wat er gaat gebeuren. Maar ook de dag zelf. Een gedegen voorbereiding. Dus we zorgen dat we daar een repetitielocatie hebben. We zorgen dat mensen het stadion al een keer hebben gezien. Dat ze een beetje het gevoel hebben, maar vooral ontspannen. We gaan met z'n allen nog een uur repeteren, een beetje voorbereiden op een veld. Maar gelukkig ter beschikking wordt gesteld door het WMC. Daarna op ons gemak richting het stadion. Rustig omkleden. Dat we genoeg tijd hebben. Niet te lang de tijd. Dat de boog wel een beetje gespannen blijft. En dan gewoon mensen gewoon op scherp zetten. En zorgen dat ze het stadion in gaan hebben. Maar zorgen dat het niet alles een grote verrassing wordt wat er gaat gebeuren. Dat mensen goed informeren over het verloop van de dag. En wat ze te wachten staat. Hebben jullie nog veel supporters ook bij je? Of is het gewoon de club alleen? Nee, daar gaat een touringcar extra mee deze keer vanuit Nuenen. Kijk. Dus eigenlijk elke keer wel zo. Dus we nemen een, ik dacht een man of 45, 50, zoiets. Dat moet ik even omliegen, maar zo. We hebben een dubbeldekker met het korps, zeg maar. En dus extra. Dus dat is altijd wel heel leuk voor de leden ook om een
goede achterban. Blauw OMV-vak te hebben. Ja, precies. Een goede achterban in ieder geval. Dus daar kan het in ieder geval niet aan liggen. Nee, hey, en nu vroeg ik me eigenlijk af, want er zijn korpsen natuurlijk die doen op het WMC altijd ietsje extra. Hè, als ze de show opvoeren, van, nou, doen ze net iets meer dan op het taptoeveld. Is dat bij jullie ook nog zo? Hebben jullie nog speciale dingen die je tijdens de show op het WMC wel doet, die je bijvoorbeeld nu op de taptoevelden nog niet doet? Nou, nee, we hebben geen extra gadget of gimmick. Wat we vaak wel zien is in Assen ook, dat je daar eindelijk je show goed kan lopen. Waar je op het gemiddelde gemeenteplein, kerkplein, ja, vaak de ruimte te klein is. Ja. Kunnen we nu onze figuren tot z'n recht laten komen. En dat is eigenlijk het enige wat we extra kunnen doen. Als productie schreven voor een veld zoals het WMC Assen. En dus sommige pleinen kunnen daar goed uit de voeten. Maar nee, we hebben geen extra gimmick of zo. Nou, hartstikke duidelijk. Voor wat betreft het WMC, jullie gingen deelnemen op zondag 14 juli. Voor degenen die dat gemist hadden. Dus als je OMV Nuenen wilt zien, dan... Ik wil jou meteen corrigeren, want wat vaak verkeerd is het showcorps OMV Nuenen. Oké. En OMV stond voor? Oefening en Volharding. Dat is de oude naam die wij ooit als drumvervaren hadden, maar we hebben ook jaren geleden gekozen voor een andere richting, een wat modernere kant. Ja. Vandaar showcorps OMV Nuenen. En ook in Frankrijk, waar we regelmatig heen gaan, is drumvervaren, oefening en volharding heel lastig uit te spreken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is dus ook met een soort van praktische kant dat de naam iets aangepast is. Nou, hartstikke mooi. Heel veel succes nog bij de laatste voorbereidingen dan richting de 14e. Ja, dankjewel. En wie weet zien we elkaar nog. En zo niet, dan gaan we zeker horen van hoe het geweest is. En aan jou dus natuurlijk de schone taak om de telefoon weer door te geven aan iemand. Ik ben heel benieuwd. We zullen het horen volgende week waar die terecht is gekomen. Nou, ik zou zeggen succes ermee en je hoort volgende week wel wie aan de telefoon heeft gehad. Hartstikke mooi. Succes nog. Jo, ja, hoi. Dag. Wij gaan luisteren naar muziek en om precies te zijn Excalibur uitgevoerd door Sint Martinus. Thank you.
Ja, een fantastisch applaus voor een fantastisch nummer. Misschien hebben de luisteraars het herkend. In ieder geval, ik zei net al, het is ook ooit uitgevoerd door een van de show- en drumvervaars. Ares Musica, die had hier een stukje van op de cd staan. Dus wie weet dat je het daarvan herkent. In ieder geval, deze uitvoering dus van Sint Martinus, die in de hoogste divisie uitkwamen, hoorde ik net. Want ik kende ze verder niet, want ik zit natuurlijk niet helemaal in die concertwereld. Kees wel. Ja. Dus, je had hem ook uitgezocht. Fantastisch nummer. Prachtig. Ja. Even terug naar Concordia. Eerste divisie. Wanneer gaan jullie deelnemen? We gaan op zaterdag 13 juli deelnemen. En we mogen om 1 uur beginnen als eerste na de pauze. Ook als eerste in jullie divisie? Of? Nee, we zijn als tweede dus, in onze divisie. Oudega, Eendracht Maakmacht, die uit Oudega, die is als eerste in de eerste divisie. Dan is Concordia Oldebroek en daarna is Castricum met Erik van der Kolk uit Elburg. En die is dan na ons. Ja, ja precies. Zijn jullie daar blij mee juist dat je aan het begin zit? Of had je toch misschien liever wat verder naar achter gezeten? Ja, kijk, je focust je op het moment dat je weet dat je moet optreden en... Vorig jaar waren we een half uurtje later en dat is prima bevallen. Dus dat, dan is de tijdstip vanaf ontbijt naar het optreden is ook niet extreem lang. Die kun je nee. Een kort focusmoment en dan... Nee, ik denk dat dit wel lekker is. Ja, nu is het misschien wel even leuk om ook voor de luisteraars thuis... tijdens het nummer net hadden we het even over leuke WMC-anekdotes. Nou, Kees heeft er nog één te vertellen. Dat moet hij toch maar... Sorry Kees, dat moet je toch even doen. Ja. Want dit is wel echt hele leuke hoor. Ja, goed. Ik word er nog elke keer aan herinnerd dat ik op het WMC met het keuzewerk wat we toen moesten spelen... dat ik tot dus ontdekking kwam dat ik mijn mobiele telefoon nog aan had staan... En ik had echt het zweet in mijn handen staan. Ik denk, nee, hij gaat af. En ik denk, rond de middag, of iets na de middag was het. Ik denk, ik kon telefoon verwachten. En door de spanning was ik nog vergeten op de stilfunctie te zetten. Maar ik heb echt geen leuke... Elke keer als ik dat nummer nog weer hoor van de opname... dan krijg ik hetzelfde gevoel weer. En dan kijk ik nog steeds naar mijn rechterbroekzak. Ja, precies. Schrikker. Dus nooit meer een rustig moment om dat nummer te kunnen luisteren. Nou, het was heel vervelend, want je bent zo lang aan het voorbereiden voor zo'n concours. En dan zit je keuzewerk zit je daar op het podium. En dan zit je gewoon echt 10 minuten met het zweet op het voorhoofd en in je handen. Dat je denkt van, oh nee, want je durft er niet op de stilfunctie te gaan zetten. Want je denkt van, oh, als die dirigent dat ziet, die ploft gewoon. En achteraf dan denk je, we hadden het maar gewoon gerust gedaan. Maar de meest schrikbare ontdekking was toen we het laatste noot gespeeld hadden... dat ik hem gelijk pakte en hij stond ook inderdaad gewoon aan. Dus, het had fout kunnen gaan. Het had echt heel hard fout kunnen gaan. Ja, precies. Nou ja, in ieder geval 1 leer voor de volgende keer. Precies. Geen mobiel meer mee het podium op. Ik heb vanmorgen nog weer een berichtje van onze dirigent gehad... want ik zag ook ergens anders wat gebeuren tijdens een optreden... dat de dirigent de muziek van de les naar afsloeg. Toen reageerde hij terug van, nou, het is tenminste niet zo erg als dat je telefoon aan laat staan. Nee, precies. Nou, dat er nog even goed ingevreven wordt, zeg maar. Ja, heel goed. Ja, je had het net over voorbereiding ook. Hoe heeft Concordia zich voorbereid op het WMC, Erwin? Nou, eigenlijk is het al een redelijk lang traject. Je, op een gegeven moment besluit je als leden van het A-orkest om mee te doen aan het WMC. En dan zet je dat voorbereidingstraject. En een jaar geleden in de zomer is het verplichte werk bekend geworden. Dat wordt aangeschaft. Hebben we ons najaarscassette al voor de eerste keer uitgevoerd. Een stukje grondwerp, zeg maar. Vervolgens zijn we met het keuzewerk aan de gang gegaan. Dat hebben we op ons voorjaarscassette in begin april uitgevoerd. Dat is het werk Miekwier. En vervolgens zijn we na dat concert, met Koninginnedag en dergelijke nog wat dingetjes. Daar hebben we nog een beetje op gefocust. En na Koninginnedag is het vizier volledig op het WMC gegaan. En daar was een punt erin. Was op 15 juni het weekend, hebben we studieweekend gehad. Vrijdagavond, zaterdag de hele dag. En dat hebben we afgesloten met een optreden van het hele WMC-programma op het festival van Noord-Veluwe Muziekverband. En vervolgens, daar krijg je ook weer juryverslag van, daar kun je wat mee doen. En we hebben veel groepsrepetities gehad. Alle secties hebben het werk, het verplichte werk en het keuzewerk, allebei met de dirigent in de eigen groep gerepeteerd. Dus de voorbereiding was intensief. Ja, maar wel leuk. Ik wil zeggen, intensief, maar wel leuk. Ja, want dat is natuurlijk iets wat heel veel korpsen zeggen. Ja. Ja, het was intensief, maar het is natuurlijk uiteindelijk iets wat je voor je ontspanning doet. Heb je het gevoel dat je ook echt beter als dit kun je niet voorbereid zijn, zeg maar? Of heb je nu nog zoiets van, misschien hadden we daar en daar nog wat extra repetities kunnen plannen? Ja, dat is toch... Nou, qua extra repetities, kijk, we hebben 14 groepsrepetities gehad. Dus 7 secties verdeeld over 2 werken. Dus dat is al... Met name voor de dirigent al een behoorlijke aanslag natuurlijk, dat hij 14 avonden daarvoor moet uittrekken.
Ja, we hebben een goed studieweekend gehad en we hebben deze week nog een extra repetitie en volgende week nog woensdag nog extra. En op vrijdag vertrekken we naar Kerkrade en daar hebben we ook nog de hele middag repetitie en dan moeten we toch echt een puntje op de i zetten. Of afwerken, puntjes op de i. Nu is het echt zeg maar de laatste stap richting, richting het WMC niveau. Ja, precies. Want dan zijn het alleen nog de laatste opmerkingen van jongens, denk eraan. Ja. Dat, en ja, we hebben afgesproken dat soort dingetjes, zeg maar. Ja, heel goed. En nu zei je net ook gekozen werk, zeg maar. Dat hebben jullie ook afgelopen jaar gekregen. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk bij zo'n concertafdeling? Of in ieder geval bij de concertwedstrijden? Want ja, je mag helemaal zelf kiezen, volgens mij. Hè? Komt er dan een lijstje van, nou, hier kun je uitkiezen? Of heb je zoiets van, nou, desnoods laat je wat componeren? Dat mag ook. Of hoe werkt dat? Ja, nou, het verplichte werk heeft een bepaald karakter. En dat vond ik wel mooi van onze dirigenten die dat concludeerden van hey, dat heeft een bepaald karakter. En misschien dat we daar het keuzewerk daar toch een beetje een contrast mee kunnen gaan maken. En dat is heel duidelijk naar voren gekomen in de keuze van het keuzewerk. Als je het verplichte werk begint heel rustig en het eindigt ook heel rustig. En het keuzewerk begint juist heel explosief en eindigt, nou ja, komt helemaal de dak eraf bij wijze van spreken. Dus dat contrast tussen die twee werken is gewoon geweldig mooi. En hebben jullie dat stuk laten schrijven, componeren? Of hebben jullie een bestaand werk gewoon aangeschaft? Hoe is dat bij jullie? Ja, we hebben gewoon een bestaand werk uitgekozen. En daarvoor ligt toch min of meer de verantwoording wel bij onze muzikale leider. Ja, de Marie van der Wal. Die komt dan eigenlijk met een voorstel. In het voortraject heeft hij al een paar opties. Wat hij zegt van, nou, ik zit daaraan te denken. Dan ventileert hij dat bij een aantal muzikanten. Ik wil zeggen, want dat wordt overlegd ook met jullie? Of, ja, of is het echt gewoon van, nou jongens, hier is het stuk en dit gaan we gewoon doen, punt? Nee, hij overlegt het wel. Hij vraagt wel aan ons van, goh, denk hier eens aan. Maar goed, wij kijken er ook iets anders natuurlijk naar. Want op een gegeven moment waren dan ook een heel mooi keuzewerk. En dat gaan we misschien ook nog wel eens een keer uitvoeren. En er zit ook een enorme grote, of een belangrijke euphonium solo in. En daar konden we eigenlijk onze euphoniumsectie niet aan doen. Want in het verplichte werk wat we hebben, er zit een verschrikkelijke moeilijke euphoniumpartij in. Dus dat zou betekenen gewoon dat je in het verplichte werk voor de euphoniums bijna niet te doen is. En dan in het keuzewerk ook nog eens een keer. Nou, dat is eigenlijk niet verantwoord. Nee, nu hebben we het over die werken. Vier jaar geleden, hebben jullie ook een aantal werken gespeeld natuurlijk op het WMC. Eén daarvan heb je uitgekozen. Welke is dat precies? En waarom? Dances on the Rhythm of Spring. Dus ik denk dat het vooral voor de luisteraars een stukje besef is van, of tenminste een voorbeeld is van het niveau van de muziek waarin wij spelen. Wat wij gaan spelen. Dus ik denk dat het goed is voor de luisteraars om dat eens te horen van, het is misschien iets heel anders dan wat normaal in deze uitzending uitgezonden wordt. Ja. Aan de andere kant is het ook wel eens goed om bepaalde muziek te luisteren. En dit was dan het verplichte werk wat we dan 4 jaar geleden hebben. En dan het eerste deel ervan. Nou, we gaan er inderdaad naar luisteren. Je zegt al het eerste deel, want het hele deel, ik zie hem hier staan, duurt 18 minuten. En dat is ook ongeveer de zendtijd die we nog hebben. Dus dat gaan we niet doen. We gaan gewoon het eerste stuk luisteren. En ik geloof dat we aardig kort achter elkaar zitten. Dus ik ga even goed op jullie letten wanneer ik hem weer terug mag schuiven. En dan komt het helemaal goed. We gaan luisteren naar het verplichte werk van 4 jaar geleden. Concordia Oldebroek. Thank you.
track van de week. Ja, ik moest even het knopje zoeken van de track van de week, jingle. Maar ik heb hem gevonden, dus... Dat was een prachtig werk in ieder geval. Deel van dus het verplichte werk van Concordia Oldenbroek van 4 jaar geleden. En ja, wat zij dit jaar gaan brengen, dat heeft u zojuist gehoord. En ja, hoe dat klinkt. Als je wil komen, dan, of tenminste, als je het wil horen, dan zul je denk ik moeten komen. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Want er is nog een mogelijkheid om niet helemaal naar Kerkrade af te reizen. Maar zoals gezegd, dat zo meteen. Want eerst even de track van de week. Want er is weer volop gestemd op de site. En... ja, de uitslag is eigenlijk overduidelijk geworden. Want Jong KNG die heeft gewonnen deze week met de Astronautenmars. Daar gaan we naar luisteren. En wat de track van volgende week wordt, ja, daar gaan we zo meteen even op terugkomen. Maar nu eerst Astronautenmars van Jong KNG uit Leiden. Jong KNG dus met de Astronautenmars track van deze week. Ja, en zoals gezegd, volgende week dan komen ze natuurlijk weer tegenover een nieuwe track van de week. En die hebben we ook alvast uitgezocht. Dus die gaan we gelijk even laten horen. Even de cd in de cd spelen, dat is ook wel handig natuurlijk. Anders kan ik weinig laten horen. Is uitgezocht door de heren tegenover mij. Want we gaan gewoon tegenover Concordia Oldenbroek zetten. Uitgekozen door... wie is eigenlijk de hoofdverantwoordelijke? Nou, we hebben het samen gedaan. Ah, samen gedaan. Nou, welke is het geworden? En ja. Is er nog een reden voor? Of? Nou goed, we hadden zoiets van... je kwam met de cd van jubileum cd. 75 jaar bestaan was dat toen. 1999 was dat. Dus een hele poos geleden. Een hele poos geleden. Totaal andere bezetting. Zo'n 20 man minder als dat we op het moment zitten. Dus wat dat betreft wel een goed teken. Ja. Maar ja, dus het zal... het is voor ons ook een beetje verrassend hoe dat weer gaat klinken. Want je vroeg aan ons of we daar een nummertje van wouden kiezen. Dus ja... Dus, eigenlijk hebben jullie op titel een nummer uitgekozen. We hebben eigenlijk op titel een beetje een nummer uitgekozen. Ja, heel goed. Nou, we gaan horen hoe die toen de tijd klonk. Klonk, ja. Fanfare en Florius.
Ja, en de luisteraars van het eerste uur, dat is misschien wel leuk om te vertellen, die weten misschien dat dit onze allereerste begintune van het programma was. Dus we gaan het zien. Hij staat inmiddels op de site, dus er kan op gestemd worden. www.ballisticbrass.nl voor het stemmen op de track van de week voor volgende week. Dus roep al jullie achterban op, zou ik zo zeggen. We gaan eventjes naar het laatste stuk toe, want ik zei net al, als mensen nou jullie willen zien, of beter nog, jullie willen horen natuurlijk, want daar komen ze dan voor. Ze hoeven niet helemaal naar Kerkrade, hè? Dat klopt. Aanstaande zaterdag vanaf 7 uur is iedereen van harte welkom in het cultuurhuis De Talter in Oldebroek. Het belooft een mooie fanfareavond te worden. We hebben naast dat Concordia optreedt, hebben we ook Emergo Castricum uitgenodigd voor dit try-out concert. Wat Kees net al aangaf, die zitten bij ons in dezelfde divisie. We spelen dus hetzelfde verplichte werk, maar een ander keuzewerk. Dus voor het vergelijk van het verplichte werk is het ook leuk om dat te horen. En als afsluiting van de avond treedt ook het Gelders Fanfarekest op met hun WMC-programma onder de titel Puur. Dat is allemaal Nederlands originele fanfarewerken. En zij komen 2 weken na ons uit in de concertdivisie. Ja, precies. Mensen die dan komen, hè, die horen alleen het WMC-programma? Of hebben jullie daarnaast ook nog een stukje andere programma's? Nee, zeg maar? Het is puur het WMC-programma. Dat is al per orkest ongeveer 3 kwartier. Dus dat is al het is al een inspannend programma. Dus dat is ook om het gewoon in de avond te kunnen passen, dan moet je het gewoon beperkt houden tot het WMC-programma. Ja. Maar alles bij elkaar belooft gewoon een avond worden met hele mooie fanfaremuziek. En de entreeprijs hoeft geen belemmering te zijn, want het is gratis. Dus nou, kijk, ik wou net zeggen, want moeten mensen nog wat betalen? Maar nee, dus nee. Het is helemaal gratis. Ja. Dus wat dat betreft, heb je niks te doen zaterdagavond, ga naar Cultuurhuis De Talter in Oldebroek en daar zijn dus alle 3 de verenigingen te zien. Hoe zijn jullie eigenlijk zo bij elkaar gekomen? Want is het gewoon van, nou, laten we een programma samenstellen en we pakken de eerste de beste die ook bij ons in de divisie zit? Of is er een soort van samenwerking altijd al geweest? Of hoe zit dat eigenlijk? Nou, dus de lijntjes zijn bij ons in dit geval een beetje kort natuurlijk. Want Erik van der Kolk die staat is als dirigent van het Gelders Fanfareorkest en is ook dirigent van Castricum. Nou, Erik is getrouwd met een lid van onze vereniging weer, Hilde van der Kool. Hilde van Loo, nu dus Hilde van der Kool. Ja. En dus ja, die lijntjes liggen dan ook heel kort. En daarnaast hebben we goede contacten met het Gelders Fanfareorkest. Er zitten heel veel oud-leden en leden van ons ook op. Dus die lijntjes zijn heel kort. En het, zo vind je dan in een heel vroeg traject vind je elkaar. En dan lanceer je dat idee van, goh, hey, zou het niet leuk zijn dat? Nou, en van het een komt het ander. Van een feestje komt een feestje, meestal. Ja. Dus en dat is eigenlijk de reden dat we bij elkaar zijn gekomen. Ja, want is er verder naast dit concert nog een soort van samenwerking met jullie geweest? Ik kan me zo voorstellen dat jullie als dirigenten een beetje uitwisselen, zeg maar zo. Van, nou, kom eens een keer bij ons luisteren. Dan luister ik een keer bij jullie om wat commentaar te geven. Of feedback, moet ik dan eigenlijk zeggen. Het is niet echt commentaar, maar. Onze dirigent die gaat regelmatig wel naar try-out concerten van andere orkesten die hetzelfde werk spelen. Ja, en daar doet hij wel zijn ideeën op van dit moet juist niet, dit moet juist wel. Dus op die manier oriënteert hij zich met name van. Maar goed, hij moet toch zijn eigen visie op het werk ontwikkelen en op ons overbrengen. Dus dat, hij draagt zijn eigen visie op het werk. Ja, precies. Is er verder nog wat bij het concert waardoor jullie zeg maar iets extra's willen doen? Of is het gewoon puur standaard, that's it? Nou, ik denk dat vooral voor het publiek gewoon heel interessant is om die WMC-ervaring ook eens te beleven. En, je zegt het zelf al, Kerkrade, dat is toch meer dan 200 kilometer hier vandaan. Dus ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zeggen van, nou, prima dat jullie naar het WMC toe gaan. En alleen, wij merken er helemaal niks van. Nou goed, aanstaande zaterdag kun je er van alles van merken. Ja, want je bent wat dat betreft alle werken in de eerste divisie kun je horen. En een heel goed orkest wat in de concertafdeling En stel je nou voor dat ik een supporter, of geen supporter, maar dat ik iemand ben uit Oldebroek die denkt van, god, dat klinkt wel heel mooi. Eigenlijk wil ik ze ook wel in Kerkrade zien. Is er dan ook een soort van supportersbus waar ze mee kunnen? Of... Nee, er rijdt geen aparte supportersbus. Heel veel supporters gaan op vrijdag al mee. Gewoon met eigen voer gaan we dan richting Kerkrade. Daar overnachten we ook. Mm-hmm. En die overnachten dan ook bij ons. Kijk, en als ze... we kunnen altijd nog voor ze kijken met een kaartje. Maar dan moeten ze wel... Want dan gaan er ook diversen op zaterdag zelf richting Kerkrade. Ja, precies. Je zegt zo mooi. Daar wil ik eigenlijk nog wel even op terugkomen. Van, we gaan daar overnachten. Is daar bewust voor gekozen? Ja, dan zijn we gewoon...
Je hebt de vrijdag gewoon daar het hele orkest bij elkaar. Je kunt nog een keer flink het hele middag repeteren. Vrijdagavond kunnen we even iets ontspannen. Zaterdagmorgen gezamenlijk het ontbijt en dan gaat de knop richting het optreden. En dan, en als je dat op zaterdagmorgen nog moet doen, er naartoe rijden, dan kom je toch met een stuk minder rust kom je daar aan. Je hoeft me iets tegen te zitten in het verkeer of wat dan ook. En je moet ermee spelen, dus je moet toch wel behoorlijk wat reistijd uittrekken om op tijd aan te komen. Wordt er dan ook wat van de leden verwacht tijdens zo'n weekend? Dat je echt zoiets hebt van, jongens, ik kan me zo voorstellen, hè, normaal gezellig een biertje drinken s'avonds, maar we moeten ons nu focussen, dus dat biertje laten we even zitten en we doen een colaatje in de plaats daarvan of zo. Dat je zulke regels hebt? Of is het gewoon van, jullie hebben allemaal je eigen verantwoordelijkheid? Het biertje gaat niet in de ban, maar het is wel natuurlijk wel met maat. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid wel kennen. Dat ze niet, als je er één of twee neemt, dan heb je de volgende dag als het goed is. Beïnvloedt dat jouw prestaties op een concert niet. Ja. Nee. Nou, hartstikke mooi. Heren, hartstikke dank dat jullie wouden komen deze uitzending. Ik wens jullie natuurlijk ontzettend veel succes. In ieder geval aanstaande zaterdag alvast. En kunnen jullie nog één keer even herhalen wat ook weer de tijden waren van aanvang? Waar kunnen mensen ook weer terecht enzovoort? Voor aanstaande zaterdag? Ja. Dat is 7 uur in Cultuurhuis de Talter. Het optreden begint met Castricum, dan is Oldebroek en dan is het Gelders Fanfare Orkest. Kijk, dus als je niks te doen hebt zaterdag vanaf 7 uur in Oldebroek is er genoeg te doen. In ieder geval om de avond te vullen. Dus ga daar zeker heen. Succes nogmaals met de laatste voorbereidingen. Het is volgende week al. Dus het gaat heel snel eigenlijk. En dan is het ook voorbij. Wij horen graag natuurlijk van jullie hoe het geweest is. Dus we hebben vast nog wel even contact die week daarna. Dan komt dat helemaal goed. Dat betekent ook dat het bijna het einde is van dit uurtje Ballistic Brass alweer. Dat betekent dat ik ga afscheid nemen. En dat doen wij met het laatste werk wat ook nog is uitgekozen door Kees. The King's Hunting Jig. Klopt, hè? Ja, helemaal. Bedankt. Ja. Een mooi kort werkje in ieder geval waar we nog even mee afsluiten. En volgende week dan zijn wij er natuurlijk weer. Ik zeg wij, want als het goed is, is Matthias er dan ook weer. En dan gaan wij gewoon weer samen dit programma doen. Dus wat mij betreft, tot volgende week. Hoi hoi.